allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Zeg dat het niet waar is. Ik heb weer twee fantastische gasten aan mijn rechterkant. Eva de Roveren. Ja, doe maar een applaus hoor. Doe maar een applaus. Voor, en aan mijn linkerkant Stefanie Struik. Struik en de Roveren. Ja. Ik heb hier twee struikrovers bij mij. Yes. Ik had Eva gebeld. Eva, de mensen weten dat niet. Wij kennen elkaar nog van bij Studio Herman Terling. Wij hebben samen gestudeerd. Absoluut. Heel lang geleden. Ja. Het is me trouwens opgevallen, hè, want wij zijn onder andere de twee die niet afgestudeerd zijn. En ik heb gemerkt dat er veel mensen die niet afgestudeerd zijn het verder brengen in hun carrière dan diegenen die wel afstuderen. Dat moet je niet zeggen. Ja, maar hoe komt dat, denk je? Hoe komt dat? Ja. Ik zou dat echt niet weten. Misschien omdat we een beetje eigenwijzer zijn dan de rest. Dat dacht ik ook. Nou. Ik denk het ook. Gewoon een eigen wil en blijven doorbijten. Zeg Eva, ik belde jou en jij zei... Frank, ik wil heel graag komen, maar ik breng Stefanie Struiken mee. Ja. Waarom? Omdat Stefanie en ik... wij kennen elkaar nog niet zo super lang, maar dat was direct wel een goede klik. En vooral een muzikale klik. En we hebben besloten om samen... te gaan toeren. Leuk. Vandaar dat ze hier ook zit. En de tournee heet De Struikrovers. Nee. Dat was wel een optie, maar overal kom ik thuis. Dat is ook een liedje wat we samen hebben gemaakt. Dus, de mensen kunnen jou misschien kennen van Dromen van de Zon. Ja. Hè? Een nummer dat vaak op Radio 2 heeft gespeeld. Die is daar wel eens gedraaid. Ja. Of nog onder mijn oude artiestennaam, Stevie N. Ja. Dat was Engelstalig. Ja, maar sinds een jaar of vijf... zing ik in het Nederlands. Leuk. Ja. En in Nederland ben jij heel groot? Ontzettend groot. Ja. Nee, ja, ik heb al een tijdje dat ik daar speel en theatertours doe. Dus dat is wel leuk. En leuk. Ik vind het echt super tof om ook zo via Eva dan Vlaanderen binnen te rollen. Dus, absoluut. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Op een avond die was georganiseerd door mensen van NECA. Hè? Dat was in Antwerpen. Ah, ja, leuk. Die avond heette Veelzijdig. Dus dat was een avond vol met vrouwelijke talent. En het hebben we ook samen gezongen. De Rivier, een liedje van mij weet ik nog. Ja. En wij zongen ook met jou mee, met Fantastisch toch. En dat was echt zo'n fijne avond. Ja, ja. Zeiden we van, ja. Ja, leuk. Dan gaan we nu samen iets doen. Ik heb ook begrepen dat je een soloplaat uit hebt. Klopt, ja. Die is net uit. En ja. die is getiteld? Fijn zo. Fijn zo. Ja. Ja. Dat klinkt sowieso goed. Ja, dat klinkt sowieso goed. Ja. Het moest positief zijn. Er staan ook al wat heartbreak songs op. Maar de overall vibe, dacht ik, die moet een soort van mantra zijn van... Ja. Het is goed zoals het is. In deze coronatijden kan dat best wel nuttig zijn. Ja, hè? Dacht ik ook. Ja. Hoe kunnen de mensen de nummers beluisteren of misschien zelfs de cd aanschaffen? Dat kan via mijn website, stefaniestruik.nl. En het staat ook allemaal op Spotify en Apple Music. En Deezer en al dat soort dingen. Dat soort dingen allemaal. Geweldig. Ja. Oké. Okay. Eva... Je hebt nog niets nieuws op dit moment, maar je bent wel bezig met iets nieuws. Ja, ik zit in de studio, nu, zover dat het kan en mag, en corona-proof en zo. Met twee mensen uit de hip-hop, de Belgische hip-hopwereld. Heel tof, een echte popplaat weer aan het maken in het Nederland. Een popplaat? En... Je gaat niet de hip-hop-tour op zelf? Nee. Dat is nog niet echt aan mij besteed. Okay. Maar zo wat Kylie Minogue-pop, echt zo. Nice. Ik dacht ook, we moeten iets positiefs brengen. Voilà. En een goed gevoel en een goede vibe. En die komt uit in? Het eerste single is gepland voor november. Fantastisch. En de titel? Ja, dat weet ik nog dat niet. Weten we nog twijfelen niet. Nog een beetje. Ja. Er zijn opties. Oké, fijn. Goed, dames, jullie zijn hier niet alleen om dingen te vertellen over jullie solo-carrière, maar ook om een spel te spelen. Jullie kennen elkaar vrij goed, dus het wordt misschien een heel spannend spel, want het gaat allemaal over de waarheid of de leugen. Ik ben heel benieuwd, wie wil hier graag beginnen? Ik voilà. Geef het aan. Ja. We laten het woord aan de buurlandvrouw, zal ik maar zeggen. Hè? Ik ben heel erg benieuwd. Het spel heet Zeg dat het niet waar is. Mm-hmm. En de bedoeling is dat je ons gaat proberen wijsmaken dat wat je meegemaakt hebt echt gebeurd is. Ja. Ik ben heel erg benieuwd. All right. Nou, een jaar of, hoe lang is het geleden? 2009, dat is alweer 12 jaar geleden. Kwam ik voor het eerst in Los Angeles. Daar ging ik een plaat opnemen met een producer, die heet Mitchell Froom. En die woont in Santa Monica. En dat was natuurlijk allemaal mega spannend, want ik was daar nog nooit geweest. Mm-hmm. Ik was heel erg fan van hem. Dus dat was echt wel een hele trip. En toen was die plaat... klaar, die kwam uit. En daarna ging ik nog wel eens vaker naar Amerika... omdat ik gewoon helemaal
fan was geworden van dat land en die stad. En dus dan kwam ik daar weer eens. En telkens als ik daar kwam, ging ik ook even bij hun eten natuurlijk. Want dat was gewoon gezellig. En, hamburgers met frieten. LA is veel meer heel erg bewust van gezond eten. Okay. En zij zijn vegetarisch en zo. Yeah. En ja, soms leggen ze wel een visje op de barbecue. En, en zijn vrouw heet Fonda Shepherd. Die kennen jullie misschien van Ellie McBeal. Absoluut. Absoluut. Pianiste en een zangeres. En met haar had ik meteen een hele toffe klik. En het was echt super gezellig. Dus dan zei ze van, kom over voor dinner. En waren altijd wel weer interessante mensen natuurlijk. Maar op één avond, toen zou ik daar ook heen gaan, zei ze, ja, hartstikke leuk dat je komt. Maar je moet wel, schrik niet. Want er is iemand die je misschien best wel goed kent. Mitchell is met een hele bekende band aan het opnemen. Dus het kan dat ze nog een beetje daar in de keuken dan hangen. En bij hun is het zo, ze hebben een huis. En dan hebben ze een tuin. En daarachter is de studio. Dus het is niet dat ze... Ideaal. Jongen, ongelooflijk. Droom van een leven gewoon. Dat je denkt, dus hij gaat ook niet naar een studio om daar op te nemen. Als hij dan met iemand gaat werken, dan komen die naar zijn huis. Die eten mee en dit en dat. Dus ze zegt van, weet je wel, dan ben je voorbereid. Maar toen ging ik natuurlijk zweten. Want ik dacht, wie is dat dan? En, maar goed, dus ik bel aan. En zegt ze, hij is er nog. Ik zei, echt? Wie dan? En zei ze, toen kwam ik binnen en daar stond hij hoor. Gewoon echt wel een held van mij. Lindsey Buckingham, de gitarist van Fleetwood Mac. Dus ik heb een paar woorden met hem gewisseld. We werden even aan elkaar voorgesteld. Hij is best wel shy en een beetje stillig. Ja? Hij vertelt niet heel veel. Okay. Maar het was, ik was helemaal in de wolken. Oké. Ik geloof er niks van. Nee? Mobbon niet. Ja. Laat ons zeggen, ik geloof dat het is dikwijls als het over celebrities gaat, gaat het heel dikwijls zo de richting uit van dit zou gekund hebben, maar de pointe zelf, ik weet het niet. Geloof jij haar? Het kan wel. Ik heb ook veel in LA gezeten en je komt daar ook echt wel mensen tegen. Waar je ongelooflijk fan van bent soms. Maar dus Eva, het kan. Eva, als je nu eens even kritisch nadenkt. Ja. Hè? Dat is een goede vriendin van u. Ja. Waarom zou die dat nog nooit verteld hebben? Ja, dat is waar. Ja. Ja, maar Mitchell Froom, dat wist ik wel. Dat wist je wel? Mitchell Froom, dat wist ik wel. Die andere naam had ik inderdaad nog niet gehoord. Noem eens drie nummers van Fleetwood Mac. Drie nummers van Fleetwood Mac. Go Your Own Way. Mm-hmm. Dreams. Mm-hmm. Songbird. Oké. Okay. Ja. Ze is toch ergens... Ze is toch wel fan, hè? Dat wel, hè? Ja. Misschien is ze wel zo erg fan dat ze dat graag zou gehad hebben... dat die ontmoeting had plaatsgevonden. Ja, dat misschien in haar fantasie was. Ik heb het hier in de studio al vaker gemerkt. Mensen zitten meer te vertellen wat ze echt zouden willen dat uitkomt. Maar in feite zijn ze iemand tegengekomen, maar net niet die persoon. Hmm. Ja, denkt u? Moeten wij overeenkomen? Nee, we moeten niet overeenkomen. Ik twijfel toch. Waarom denk je dat het wel waar is, Eva? Ja, omdat ik zelf ook wel zo'n ervaring heb gehad. Dus, dus daarom twijfel ik. Ze is er toch echt wel fan van ook. Ja. Dus. Hoe oud was je? 23. Welke kleren had hij aan? Daar ben ik nooit goed in. Kijk. Zie je? Dat soort details. Ik hou vaker een vibe dan van... Oh, hij had bruine schoenen aan. Oké. Okay. Denk een zwart t-shirt. En hij kwam uit de studio nog of hij was al in huis? Hij stond al in de keuken. Hij stond in de keuken. Te chillen. Ja. Ja. En hij wist ook dat jij ging komen. En hij heeft eigenlijk gewacht op jou speciaal, uiteraard. Ik denk het. Tuurlijk, ja. Nu begint het ongelooflijk. En wat, Stefanie, wat was het belangrijkste dat hij verteld heeft dat je nu nog weet? Nou ja, niet veel, want hij is een beetje stil. Dus Mitchell, die is eigenlijk ook best wel verlegen. Dus die deed een beetje het woord van... Is Stephanie from Holland. En Mitchell had mij net... Dat klinkt wel goed, hè? Stephanie from Holland. Dus dat kan wel al kloppen, ja? Ja. En hij zei zo van, ik heb haar geholpen met haar visum. Want hij had mij geholpen dat ik dan daar kon werken en zo. En toen maakte Mitchell ook nog zo'n grapje van... ze gaat nu op jullie plaat meezingen, want ze moet toch werken. Ja. En hij kon er niet heel hard om lachen of zo. Hij dacht meer van, oké, leuk. Kijk, we twijfelen. Jij niet? Jij gelooft het. Ja, ik denk dat het waar is eigenlijk. Jij denkt dat het waar is. Ja. Wel, maar... we zullen er nog even over hebben. Ik hoop dat het waar is. Ja, dat hopen we allemaal. We zullen er nog even over nadenken, want we hebben nog even tijd. We zien elkaar straks terug.
Hier zijn we terug met deel 2 van Zeg dat het niet waar is. Stefanie Struik en Eva de Rover zitten nog steeds bij ons aan tafel. En Stefanie heeft net proberen ons wijsmaken dat ze de gitarist van Fleetwood Mac in levende lijve is tegengekomen in LA. En heeft gesproken. En dat hij op haar heeft gewacht. Dat vooral. Dat heeft ze ook gezegd. Ja, en dat hij eigenlijk heel shy was, heeft ze ook gezegd. Maar ze is er nog steeds van overtuigd dat het gebeurd is. Ik niet. Jij wel, Eva? Ik twijfel nog altijd een beetje, maar ja. Ja, ik ga meer naar de ja dan naar de nee. Oké. Okay. Ja. En wat is dan de reden dat ze zo'n strafverhaal nog niet tegen een goede vriendin heeft verteld? Ik denk dat ik het ooit eens heb horen vallen ergens. Toch die naam. Maar, ja. Maar ik weet... Het is een tijdje geleden en ik weet het verhaal er rond niet zo goed niet meer. Okay. En ken je de voornaam van Alzheimer? Nee? Zo begint dat, Eva. Goed. Oké, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik geloof niet dat het waar is. Jij zegt van wel. Ja. Is het voor punten? Het is niet voor de punten. Het is voor de lol. Het is voor de lol. Niet alles moet voor punten zijn. Maar het is wel echt de lol. Want ik ben heel erg benieuwd of dat het echt waar is. Vertel eens, Stefanie. Het is waar. Echt waar? All right. Ik dacht dat je het toch al verteld had. Ja, misschien toch wel, hè? Ja. Lachen. Zoiets vergeet je toch niet, Eva? Sorry, yes. Maar ja, Eva, jij komt naar het schijnt zelf ook zoveel celebrities tegen. Dat valt niet meer op, hè. Maar Eva, ik denk dat het was... Misschien was het zelfs op die avond dat we elkaar hebben ontmoet. Ja, zo eens vertellen in een groep en dan die naam horen vallen. En dan, maar niet echt helemaal het verhaal kennen. Ja, want de mensen hebben het niet gehoord, maar tijdens de pauze vertelt zij zomaar eventjes dat ze Neil Young in levende lijve is tegengekomen. Ja. Ah, voilà, hupla. Ja, en dat was op de Grammys. Geweldig. Ik ben aan de Grammys geweest. All right. Het is niet het verhaal dat ik ga vertellen. Oké. Dit geloven we meteen. Maar dit is wel een naadloze overgang, want jij gaat ons wel degelijk een fantastisch verhaal vertellen. Ik ben heel erg benieuwd, Eva. Ik heb heel lang een hond gehad. Die hond die heette Laza. Dat kan kloppen. Ik voel dat klopt. Ja, ik noem haar Laza de Sella trouwens. Mm-hmm. Fantastische singer-songwriter. Nu, die hond is ook een fantastische hond. Een beetje stoer, een beetje zen. Zo'n hond die als er op straat een andere hond begint zo te keffen en te doen en agressief te doen. Die echt zo heel... stoer kon aankijken. Ze is er niet meer, mijn hond. Maar, kon aankijken en echt zo... daar ga ik mijn energie niet in steken en gewoon fantastisch, verder lopen. Fantastisch. Mooi. En welke ras? Een Bosseron. Bosseron is een Franse herder. Oké. En dat lijkt een klein beetje op een mengeling van een... heeft de kleuren van een Rottweiler. Oké. Maar is fijner. Ah. En zowel Labrador-achtig, maar ook iets fijner dan een Labrador. Enfin, maar intelligent. Dat is wel mooi en intelligent, ja. Nu, ik heb een tijdje in Aalst, in Nieuwerkerken gewoond. Mhm. De plek van de carnaval en zo. Maar ik woonde in Nieuwerkerk dus tussen de boeren. En we gingen heel veel vaak wandelen met die hond tussen de velden en zo. En er kwamen altijd voorbij een hondenfokkerij. Oké. Okay. Waar dus echt zo heel veel lawaai, altijd heel veel van die blaffende honden. En zij dus daar gewoon rustig voorbij zonder daar aandacht aan te geven. Maar ik vond het heel vervelend om daar langs te komen. Ik weet niet, dat gaf me geen goed gevoel. Die honden zaten allemaal opgesloten heel de tijd. En heel zo'n kennel vol van die blaffende beesten. Dus ik voelde mij daar altijd ongemakkelijk bij. En zij is al die kooikjes gaan openzetten op een bepaalde nacht. En nee, al die honden nee, zijn dat gaan... is niet het verhaal. Nee, niet het verhaal. Niet het verhaal. Nee, niet het verhaal. Ja. Op een dag... Ja? We zijn aan het joggen. Want ik ging ook vaak joggen met Laza. En... we komen voorbij die fokkerij en er is een hond ontsnapt. Oei. En die komt van die oprit gevlogen. Want wij waren aan het lopen, dus die dacht waarschijnlijk van... die komen ons hier aanvallen of bedreigen, weet ik veel wat mm-hmm. ik dacht. Dat was een Jack Russell. Die komt van die oprit gevlogen en die komt echt mij eigenlijk aangevlogen bijna. Dus ik heb nog nooit zo hard gelopen in heel mijn leven. Dus ik begin echt te lopen. Precies van, nee, die hond gaat mij bijten. En zo leek het ook echt. Die zag heel agressief uit. En hoe harder je loopt, hoe harder... Die hond loopt, die lopen ook sneller dan mensen. Ja, dus, en ik maar lopen. En ik roep, want Laza was al verder. En ik roep, Laza!
echt zo. Ik dacht, ik moet iets doen. En ze heft haar hoofd op en ze draait zich om. En ze komt echt heel stoer aangelopen. Maar ze was veel groter dan die Jack Russell, gelukkig. En die Jack Russell die had al zoiets van... dit wordt gevaarlijk. Ja. En Laza gaat er echt zo voor staan, met haar poten open. En ze doet eigenlijk heel weinig. Het enige wat ze deed, was haar lip optrekken. En een keer zo doen. En die Jack Russell die was even nog aan het twijfelen. Die keek naar Laza en die had zoiets van... Nee. En die liep heel, heel hard terug naar die kennel. De andere kant uit. En ik heb altijd vanaf dat moment een ongelooflijk respect voor mijn hond gehad. Want ik dacht, als jij er niet was bij geweest, dan was ik misschien dood geweest. Had die Jack Russell mij misschien gewoon echt vermoord. Die zag er echt uit alsof hij mij ging vermoorden. Ja, van Jack Russells zeggen ze ook, het is een kleine hond... Een grote hond liever, maar in een klein lijf. Dat zijn zeer energieke beesten. Ik heb er zelf ook een gehad. Lopen heel snel, ongelooflijk. Ja. En kunnen ook effectief soms agressief uit de hoek komen. Okay. Maar of je dood zou zijn, dat weet ik niet, Eva. Ik voelde mij in elk geval aangevallen. En ik was echt super dankbaar dat Laza erbij was. En als het nu omgekeerd was, was jij ook zo voor het beest gaan staan... Ja, dat denk ik wel. Ja, je had je hond ook gered. Ja, sowieso. Ja. Kijk eens aan, wat een fantastische band. Dat is trouwens ook gebeurd een keer. Ah. Ja, dat ze werd aangevallen, dat ze tussen mijn benen kwam staan. Oké. Okay. Dus we waren er wel voor elkaar altijd. Oké, dat... Ik vind, de liefde spreekt uit haar ogen als ze erover aan het vertellen is. Ja. Maar Jack Russell, ik wist niet dat ze zo agressief konden zijn. Ja, niet allemaal uiteraard, maar er zijn er effectief wel die toch wel agressief uit de hoek kunnen komen. Ze luisteren ook niet gemakkelijk. Je moet er echt heel, je moet ze heel goed... Ik ken honden niet zo goed. Ja, oké. Maar het hele zen-verhaal, wat vinden we daarvan? Ja. Want meestal is dat met katten meer. Dat katten heel erg zo'n van, ach, ik laat het even aan me voorbij gaan. Honden zijn meestal toch wel van... Mm-hmm. Je hebt mijn hond nooit gekend. Ook. Nee, je hebt een hele bijzondere hond. We gaan even in detail gaan kijken. Welke kleuren hadden de Jack Russell? De Jack Russell? Wit met bruin en zwart. Oké. Okay. Mm-hmm. En uw eigen hond? Zwart en bruin. Ja. Als je zo detailvragen stelt, moet je vooral eens kijken wat er met de ogen gebeurt. Het knipperen is één ding, maar onderzoek heeft uitgewezen dat... Dat is echt, hè. Dat als je iets uit het geheugen haalt, als je bijvoorbeeld weet van haar eigen hond, weet ze zeker welke kleuren die hond heeft, gaat ze één van de twee kanten uitkijken. Ja. En dat is eigenlijk haar geheugen. En het andere is de fantasie. Heb ik naar de andere kant gekeken? Ik zou het dus terug in detail moeten bekijken. Maar in ieder geval, het was niet even opvallend naar jou, voor jou dan rechterkant. Dus ik weet het niet. Het schijnt dat ze daar politici ook op trainen. Ja, het schijnt. Kijk de goede kant uit. Oké. Geloof jij het, Stefanie? Ik zit er een beetje tussenin. Ja, hè? Ja. Ja, hè? Ja. Loopt ze? Jogt ze? Dat weet ik niet. Oké. Okay. Maar daar zie ik er wel van aan. Ja. Ja. Dat zou ik er ook nog wel zien doen, ja. Oké, dank. Oké. Ja, ik weet het ook niet zeker. Ja. Heb je nu nog een hond? Nee. Hoeft niet meer. Nee. Die zien u veel te graag. Het is 2 jaar gestorven. Oké, 2 jaar gestorven, ja. En waarom geen hond meer? Nee, omdat Laza was... Dat was uw hond. Dat was voor mij mijn hond. Ja. Oké. Okay. Ja. Hoe oud is het geworden? 14. Ja. Dat is toch al een mooie leeftijd voor een hond, ja? Ik ben ook nog aan het twijfelen. Laat ons nog even babbelen. Hè? Ja, kunnen de mensen ondertussen ook eens goed nadenken en dan zien we elkaar terug na dit. Kijk eens aan, hier zijn we terug met Zeg dat het niet waar is. Ik ben nog steeds in het gezelschap van 2 fantastisch mooie dames. Niet alleen mooie dames, maar ook met een fantastische stem. Eva Droveren en Stefanie Struik. En Eva Droveren heeft ons net een verhaal verteld waarbij ze ontsnapt is aan de dood. En dat kwam door jouw prachtige hond. Dood van Jack Russell, hè? De dood door het bijten van een Jack Russell. Kijk eens aan. Mooi. Stefanie, we hebben even kunnen nadenken. Mm-hmm. Wat voel je nu? Nu denk ik toch wel... Met die controleblik onmiddellijk van... zou het waar zijn of niet? Zelfs iets verpinken van haar ogen. Of van, ja. Ja, precies. Ja, ik denk toch inderdaad... een band tussen hond en een baasje. Dat is, gaat heel, heel diep, sterk, heel sterk. Je ziet ook wel eens van die filmpjes van Amerika... van die mensen die dan terugkomen from war... en dan die hond, weet je wel. Dat is,
Ja, je hebt onlangs ook een reportage gezien van een hond die was gaan zitten voor de deur van het hospitaal, want zijn baasje was opgenomen in het ziekenhuis en die had daar 5 dagen of zo gewoon blijven zitten. Oh. Echt een fantastische verhaal. Hè? Ja, echt fantastisch. Ja. Ja. Nee, dus inderdaad, dat kan heel sterk zijn. Ik geloof dat kan. En de liefde sprak uit haar ogen voor die hond. Dus ik durf ook gokken. Kijk, nu zit ze te lachen. Nu weet ik het niet meer. Maar kijk, we gaan bij ons mening blijven. Precies. Wij denken dat het waar is. Eva, vertel ons of je ons bij ons puut hebt. Ik weet niet of ik dood geweest zou zijn, maar ze heeft me wel gered van de Jack Russell. Ja, ja. Kijk eens aan. Fantastisch, fantastisch. Ja, ja, ik zag het in je oogjes dat het echt waar was. Ja, echte liefde. Ik was er heel trots op. Ja. Ja. Ja, maar ik kan me best voorstellen, het is wel scary als er zo... Dat hoeft daarom geen groot beest te zijn dat op je afkomt. Ja, hey, dat is wel bang. Even. Ja, dat zal. Wel. Ja. Ik heb het ooit met de zwanen meegemaakt. Dat kan echt, serieus beangstigend zijn. Zo, hè? En die zitten hoger, hè? Ja, ja, zeker. Kijk, maar we zijn blij dat je nog leeft. Fantastisch. Nou, met dank aan jouw lieve hond. Laza. Laza, dat was het. Fantastisch mooie naam ook. Mooi. Goed, Eva, hartelijk bedankt voor dit verhaal. Stefanie, je hebt voor ons nog een tweede verhaal in petto. Ik ben heel erg benieuwd of dit verhaal waar of niet waar zal zijn. Nou, ik was ooit eens, ik ben wel vaker, in Amsterdam, de hoofdstad van Nederland. Daar gebeurt heel veel. Als je interviews moet doen of fotoshoots, dat is dan vaak daar. En ook al vaker in het Lloyd Hotel. Dat is een hotel dat ligt een beetje aan het water. Zo is een heel mooi oud kostschoolgebouw wat ze nu dan hebben omgebouwd. En elke kamer ziet er anders uit. En ik had een fotoshoot daar voor een blad. En die kamer waar wij mochten, die wij mochten gebruiken, die had, dat had een bed waar je echt met 7 man in kon. Weet je wel, echt zo'n mega groot bed. En dat zat helemaal in zo'n fide en dat is prachtig. En er stond een vleugel. Dat stond beneden. Dat was ook echt heel tof voor die foto's. En ze zeiden van, nou ja, als je wil, ik moest die dag erna ook nog in de buurt zijn, dan mag je blijven pitten en dan, dan kun je een beetje genieten van ons ontbijt en zo. Dat klinkt echt Vlaams, hè? Pitten? Ja, dat klinkt echt, blijven pitten. Dacht ik, gaan mensen dit begrijpen? Ja, begrijpen dat zeker. Pitten, dat is toch een heel... Dus wij zeggen ook wel, blijven pitten. Ja, pitten. Grappig. Ja. Ik dacht dat het heel Hollands was. Ja, nee. Ik mocht daar blijven logeren. Kijk, we begrijpen elkaar. We begrijpen elkaar heel goed. Ja, oké. En dat was natuurlijk hartstikke leuk, maar ik was ook een beetje angstig door die vide. Omdat ik last heb, ik slaapwandel. Dus. Oei. En echt best wel, toen vooral best wel heavy. En dan knal je tegen dingen aan en dan blauwe plekken en zo. En toen dacht ik, ja, zit ik daar in die vide? En dan ga ik op een gegeven moment, even een blokje om en dan... Vallen, ja. Ja, ai. Dus ik dacht, hoe ga ik dit oplossen? Heb ik wat spullen gewoon zo tegen die opening aangezet. Zo. Ik had een koffertje bij me en nog wat dingen zo neergezet. Zo van, nou ja, als ik dan naar beneden wil, dan loop ik tegenaan en dan word ik hopelijk wakker. Ja. Dus ik dacht, nou, dat lijkt me een goed plan. Dus ik word de dag erna wakker. Ik had helemaal niks aan de hand. Super fijn. En toen was ik zo eventjes op mijn telefoon. En ik neem ook wel vaker dingetjes op. Zo, hè, van als ik een ideetje voor een liedje krijg of zo. Dus ik was ook even mijn opnametjes weer aan het bekijken. Van wat heb ik allemaal gemaakt de afgelopen dagen. En toen zag ik een opname van midden in de nacht. Ergens 3 uur of zo. Van jezelf? Van mezelf. Nee. Ja. Dus ik was in mijn slaap. Had ik alles aan de kant gezet. Ik was naar beneden gelopen. Ik had een beetje piano zitten spelen. En ik had gewoon een klein riedeltje opgenomen. En ik weet er niks meer van. En ik ben ook weer naar boven gegaan. Ik heb het zelfs ook weer allemaal teruggezet. En is het een nummer geworden? Is het een liedje geworden? Ja. Het is best wel een tof liedje geworden. En dat staat op je nieuwe plaat? Eigenlijk wel, ja. Fantastisch. Ja. Kijk, dit is gewoon een reclame. Dit is gewoon een reclame verteld. Het is eigenlijk gewoon te zeggen van, koop mijn plaat. Ja. Volgens mij is het niets van waar. Nee, ik denk het ook. Ze vertelt het ook helemaal anders dan het vorige verhaal. Ja, je voelt dat ook, hè? Ja, ik voel het ook. Ah, zo meer ingestudeerd, precies. Ja, ergens wel. Maar leg me nog eens precies uit, want wat ik niet zo goed begrijp is die feed, want ik dus je zei een heel groot bed. Mm-hmm. En ik dacht dat je dan vertelde een vide boven. Ja, klopt. En dus dat was een kamer met verdiep dan? Ja, of? Zo'n heel groot soort van loftachtige kamer. Dus dan ging je met een trap naar boven. En daar kon je echt gewoon met 7 man, als je zou willen, kon je slapen. En die piano stond dan beneden? Die stond beneden, ja. In die kamer dan? Ja. Maar ik geloof wel, ze heeft ooit wel eens iets gezegd van een slaapwandelen, hoor.
volgens mij. Ja, maar, ja. Maar dit vind ik wel heel... Allee, dat je alles wegzet en alles terugzet. Ja. Pas op, ik slaaphandel zelf ook. En dan kan ik mijn... Ja, ik heb dat zelf. Ja, dat is dus... Nu minder, vroeger vaak. Dat is echt heel raar. Je wordt 's morgens wakker en de mensen zeggen... Je hebt dat en dat en dat gedaan. En je weet van niks meer. Ja, ja. Crazy, ja. Dus dat kan ik me best voorstellen. Maar ergens voel ik dat... er is iets in de manier van vertellen die anders is dan daarnet. Uh-huh. Ja. Dus voor welk blad was het precies? De Jan heet het. De Jan. Dus een Nederlands blad? Een Nederlands blad, ja. Oké. Okay. Ja. Kunnen we nu snel googlen? Ja, ja dat kunnen we net doen. Ik ooit heb ingestaan. En je sliep daar alleen of met die 7 man dan? Nee, alleen. Ja, alleen. Ik kon gewoon alle kanten oprollen. Was heel leuk. Oké. Okay. Ja. Ja. En dus je bent eigenlijk uit je bed gegaan, naar boven gegaan, daar alles weggehaald. Nee. Naar beneden. Ik sliep boven. Daar alles weggehaald, naar beneden gegaan. Dan piano. Ah, sliep boven. Opgenomen. Ja, nu was ik mee, ja. Terug naar boven gegaan, alles teruggezet. Dat vind ik... In alles teruggezet, dat vind ik moeilijk. Maar, en ook, ik kan me niet voorstellen dat je midden in de nacht in een hotel aan het piano spelen bent en dat er geen van de buren een keer tok-tok op de muur is of een keer... Dit. Ja, het zijn hele dikke muren, het is echt een heel oud gebouw. Dat zijn hele dikke muren, ja. Ja, anders zou je zeggen van... Ja, dat is inderdaad raar, maar dat is niet gebeurd zo. Nu, nee, dat waren dikke muren. Zo, alles middellijk excuses zoeken. Hè? Kijk, Eva, we kunnen er nog even over praten. Ja. Dat kunnen de mensen dan thuis ook doen. We zien elkaar straks terug. Welkom terug bij Zeg dat het niet waar is. Nog altijd met Eva de Rover en Stefanie Struik. En Stefanie heeft ons echt eens proberen wijsmaken waar we geen jota van geloven. Nee, ze zou ergens in Amsterdam in een hotel met dikke muren. Met een kamer met 2 verdiepingen waar ze dan gratis mocht slapen in een bed voor 7 personen. Nee, Eva. Weet je, ik heb zitten denken ineens en ik dacht van, volgens mij... Klopt het verhaal, maar het is niet gebeurd op hotel. Volgens mij heeft ze thuis een vide en is dat thuis gebeurd. Dus dat is geen vide. Nee? Ah ja, je bent er wel geweest. Okay. Nee, niet juist. Oké. Okay. Maar jij gelooft er gewoon niets van, nee. Eva. Waarom niet? Omdat ik het... Nee. Nee. Ik vind het te... Zo al dat grief daarvoor en dan weer... Dat vind ik een beetje erover. En als we dan zeiden... Als jij vroeg van... Is er niemand die op de deur is komen kloppen omdat lawaai maakt? Nee, de muren zijn dik. Ja, de verdediging was een beetje... Ze was er te rap op, hè. Zo van... Wacht, hoe heet het liedje? Sta op, sla af, ga door. Oh, dat bestaat wel, dat liedje. Maar het is nog niet uitgebracht. Nee. Het staat op de nieuwe CD nu? Op de nieuwe CD, het is net uit. Oké. Maar dat gaat niet. Kijk, in ieder geval, na de aflevering ga ik onmiddellijk luisteren naar de prachtige song. En nu ben ik vooral benieuwd of het verhaal dat erachter zit ook waar is. Stefanie, red ons. Nee, wacht. Eva, geloven wij het of niet? Nee, we geloven het niet. Oké. Ja, zeg het maar, Stefanie. Het is niet waar. Voilà, zeg ik. Er zitten wel elementen in die waar zijn. Juist. Want je slaaphandelt wel. Nee. Ah, nee, ik slaaphandel niet eens. Ja, dus ik doe het wel. Allemaal geloofwaardig over. Dat vond ik wel ja, tof. Mooi, maar mooi. Ik droom wel eens liedjes. Ja. Ja. En dat liedje wat ik net zei, dat heb ik wel gedroomd. Daar in dat hotel? Nee. Nee. Ik ben wel in dat hotel geweest en je hebt echt een kamer die er zo uitziet. Ah, ja. Goh, ja, heel cool. Fantastisch. Ja, dat is wel heel tof. Echt cool. Ja. Ja. Het was de manier waarop ze het vertelde. Ja, er was wel iets. Dat is echt wel een goed teken, dat ik dus niet zo goed kan liegen. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. Ben je getrouwd? Heb je een vriend? Nee. 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 Ja, anders zou ik zeggen, die heeft geluk. Die weet zeker dat ze nooit ligt. Ja. Oké. Bedankt voor het verhaal. Ik ga straks alleszins luisteren naar een liedje. Ah, want het is dan ook een song geworden. Ja. Het is een liedje dat je gedroomd hebt. Het is een song geworden. Ja. En die staat er nu. Ochtends. Ja, oké. Ik ben heel erg benieuwd naar het liedje. En ik ben nog veel benieuwder op dit moment alleszins... naar het tweede verhaal dat Eva de Rover voor ons in petto heeft. Eva. Ja. Spannend, hè? Ja, heel spannend. Ook een LA-verhaal. Oké. Okay. Want dat is ook iets dat we een beetje gemeen hebben. Stefanie en ik, we hebben heel veel tijd doorgebracht in Amerika... En ik had er straks al gezegd van die Grammys en zo. En Neil Young die ik gezien had. Ik heb nog zo'n verhaal. Ik heb daar heel veel opgetrokken met... Het wordt nog een grotere naam. Nu ben ik echt benieuwd. Verschillende namen. Wow.
Ik heb daar heel veel opgetrokken met Bob Newhart. En Bob Newhart die is heel lang tourmanager geweest van Bob Dylan. Mm-hmm. En die gelooft het nu al niet. Oh ja, ik geloof het dus, al. Dus ik ben eigenlijk heel dicht bij Bob Dylan. Ik heb hem nooit gezien hoor, maar heel dichterbij geweest. En dat is zo iemand die kent echt iedereen. In de muziekwereld in elk geval. En dat was echt zo iemand, die... we zaten in de auto en hij heeft Greg Muldauer. Ik weet niet of je die kent. Maakt heel toffe muziek, maar was vooral in de jaren 60 en 70. En hij had dat opstaan in de auto en ik zeg... Oh, ik ben daar fan van. Ik vind dat super tof. En die pakt zijn telefoon en die belt. En die zegt... Hi, Greg. I have someone who is a fan of yours. En die geeft gewoon telefoon. Huppla. En jij mag ermee bellen. Ja, voilà. Zo'n ding. Op een gegeven moment ga ik eten met hem. En hij zegt... Ja, ik heb nog iemand uitgenodigd. Mm-hmm. Omdat je dat niet erg vindt. En ik zeg... Ja, nee, gezellig. Op een gegeven moment komt er een man binnen. En nog een grote, reizige man. Die komt het restaurant binnen. En ik kijk en ik denk... Ik ken die. En die komt dichter en die komt aan onze tafel zitten. En ik zeg... dat is T-Bone Burnett. T-Bone Burnett, dat is een vrij bekende producer. Mm-hmm. Dus ja, ik spendeer een avond met T-Bone Burnett, heel tof. Die zegt... Trouwens, Bob, je bent nog niet naar mijn nieuwe studio komen kijken. Morgen hebben jullie tijd en kom maar mee, Eva. En kom maar eens kijken naar de studio. Dus wij de volgende dag naar de studio van T-Bone Burnett. Die geeft ons een klein rondleiding in zijn studio. Die zegt, ik ben trouwens aan het opnemen. Die hebben nu... hun middagpauze is voorbij, dus ze zullen terug in de studio zijn. Dus wij gaan daar naartoe, naar die studio. Het wordt altijd maar groter. Het wordt altijd maar groter. Wie staat daar in die studio? Lisa Marie Presley. Nee. Dus ik ben ook zo ver van de King geweest. Ik word daaraan voorgesteld. Die geeft mijn hand. Cool. Dat was dan voor coronatijden uiteraard. Allee? Het hand was dan voor de coronatijden. We babbelen een beetje. En zij zegt... Ja, kijk, ik ben... We zijn aan een nummer bezig. Je zingt, je bent zangeres van België. Wil jij eventueel een backing inzetten? Nee. Nee, dit gaat te ver. Het was spannend, het was nog geloofwaardig, maar dit gaat te ver, Eva. En toen zei T-Bone Burnett, ja, dat moet je doen. Dat moet je doen. Dus ergens op het album van Lisa Marie Presley, toen is uitgekomen. Vraag me niet hoe het liedje heet, want dat weet ik niet. Staat een heel klein stemmetje van mij. Niemand die het weet. Welke kleren had ze aan, Eva? Ah, ze had een jurk aan. Een kort jurkje. Een blauw jurkje. Het is daar altijd warm, hè? Mm-hmm. Ze zag er heel mooi uit. Hoe heet het liedje? Dat weet ik niet meer, het liedje. Ik heb ook maar echt een heel klein stukje. Dat laatste geloof ik niet. Nou, ik zou het willen geloven, maar ik denk als je ergens op mee hebt gezongen... Dan weet je exact welke seconde op die plaat. Zeker, dat is maar kort zeggen. Weet je exact het nummer, de seconde. Ja. Nee. Je zag ze ook zenuwachtiger worden op het einde. Ja. Je voelt even... Ja, Eva, je bent betrapt. Op een bepaald moment voelde ik van... En je zag, het hoofdje ging iets meer... Het was meer zo verteld dan zo. Het begin was echt zo van... Ik geloof het ook helemaal tot aan toen. Ja. Ja. Je zult ze misschien ontmoet hebben. En dat is eigenlijk was dat al een fantastisch verhaal. Ja. Maar de backing ingezongen van een lied dat je niet kent. Dat zou natuurlijk kunnen. Het zou kunnen, ja. Heb je nog vragen? Wat voor restaurant zijn jullie geweest? Het was een Mexicaans restaurant. Oh. Maar waar het juist was, Santa Monica. Oh ja. Maar je hebt ook veel in Santa Monica gezeten, maar ik weet de naam van het restaurant niet meer. Nice. Mexicaans restaurant in elk geval. Heerlijk. En als ze dan vragen worden gesteld en ze weten niet, dan wordt er zo van gebrabbeld. Hij heeft het wel gedroedeld op mooi. Tafellaken. Oh, ja. Want ik dacht nog, ik moet dat meenemen, maar ik heb het dan uiteindelijk niet gedaan. Ah, kijk eens aan. Oh. Toch nog een detail. Ja, oké. Daarom dat ik een deel van het verhaal wel geloof. Ja, ik denk dat het voilà. Deels waar is. Ja. Goed. In ieder geval, hartelijk bedankt. Wij gaan even heel goed nadenken. En dat kunnen we doen tijdens dit. Ja, we zijn terug bij Zeg dat het niet waar is. En we zijn heel erg benieuwd over het verhaal dat Eva de Rover ons net verteld heeft. Want ze beweert een ontmoeting te hebben gehad met de King, met de dochter van de King. Mm-hmm. Hè? En dat ze zelfs op de plaat heeft meegezongen die zij op dat moment aan het opnemen was. Ik moet nog iets rechtzetten ook in het verhaal, want ik zei Greg, maar het is Jeff Muldauer. Oké. Dit om
toch in de stille hoop dat we toch nog van mening zouden veranderen. Want, Stefanie... Ik geloof een gedeelte. Ja, voilà. Maar niet dat je echt hebt meegezongen. Ik denk dat we daar dan al... Dat je dan zou weten welk liedje dat is. En ja. En wederom, jullie zijn zo goede vriendinnen. Waarom zou ze dat verhaal nog nooit verteld hebben aan jou? Ik denk wel, ja, dan wist ik dat. Kijk, wel. Eva, tijd om te revealen. Is het waar of is het niet waar? Ik heb backings gezongen in LA. Het hele verhaal is waar. Tot op het moment dat ik zou meegezongen hebben op de plaat van Lisa May Presley. Oh, maar je hebt ze dus waar, effectief ontmoet. Fantastisch. Maar ik heb ze wel ontmoet, maar ik heb niet op haar plaat. Oh. En heb je dan lang met haar kunnen praten? Toch wel even, ja. Ik heb ook een beetje zitten luisteren terwijl ze aan het opnemen wat waren. Cool. Oké, okay. Dat is echt cool, ja. Maar ik heb niet mogen zingen. Nee. Want dan zou je toch nog wel herinneren welk nummer en zo. Ik denk het net wel. Iets beter. Ja oké. Okay. Maar ik dacht, ik ga er toch nog iets aan plakken. Ja, tuurlijk. Nu, het verhaal is al heel spectaculair, hoor. Ja, ja. Als je de dochter van de King hebt gesproken. Ja. Mooi, mooi. Dat is mooi. Alleszins bedankt om dit met ons te delen. En dat wist jij dus nog niet van haar? Dat ze Lisa Marie Presley had ontmoet. Nee. Het is toch mooi hoe dat goede vriendinnen elkaar beter leren kennen tijdens zegt dat het niet waar is. Hè? Ja. Mooi, hè? Cool. Zoals steeds heb ik het laatste woord. Want de kijkers weten dat aan het einde vertel ik ook nog een verhaal. En ik ben heel erg benieuwd of jullie aan de hand van de vragen die jullie stellen gaan te weten komen of dit verhaal echt gebeurd is of niet. Dames, goed luisteren. Komt-ie. Ik ben papa van 3 kindjes. Mijn oudste is 16 jaar en eigenlijk gaat het over haar. Het is Auke van Heren. En ik heb er toch altijd een beetje zo mijn ding van gemaakt om daar ook veel mee bezig te zijn, om echt een goede papa te zijn. Hè. En op een bepaald moment, ik had heel veel werk in die periode. We spreken over het moment dat zij, ik dacht dat ze 1 jaar was. Ze zal net geen 1 jaar geweest zijn. Ik had vrij veel werk en mijn vrouw was in de week met de dochter bezig geweest. En ik had in het weekend eens tijd, want normaal gezien speelde ik altijd. En mijn vrouw moest weg op dat moment. En ons ook had al een tijdje last van zo, een serieuze valling. Ze heeft ook al een paar keer aerosol en zo gehad. Oké, verkoudheid. Ik vertaal even. Ja, goed. Ja, voor de Nederlanders. Dus ze had last van een verkoudheid. Ja, goed, dankjewel. Ja, als er iets niet is, niet klopt. Ik steek wel even mijn hand op. Goed, perfect. Op een bepaald moment zegt mijn vrouw tegen mij van... Kijk, ik ben naar de dokter geweest met haar. En zij moet zo, als ze gaat slapen, van die druppeltjes eucalyptus. Oh ja. Hè? Dus voor het laten verstuiven. Hè, Je zit te lachen, Eva. Ik geloof het niet. Okay. Dus dat moest verstuiven s'nachts in haar kamer voor haar neus een beetje zuiver te houden. En overdag moest ze ook druppeltjes hebben in haar neusje om dus ook die neusgang vrij te maken. Ook eucalyptusdruppels? Nee, uiteraard niet. Okay, eucalyptus ga je niet zomaar in je neus kappen. Nu, wat is het geval? Dat busje voor in de neus was zo groot, donkerbruin met een zwart toepeke. En dat eucalyptus, dat was ongeveer zo groot en exact hetzelfde uiterlijk. Mm. Wat gebeurt er 's morgens? Mijn vrouw had gezegd van, geef die neusdruppeltjes heel snel, want ze kan daar niet goed tegen. Dus ik zat daar 's morgens, ik had ze een papflesje gegeven en tijd voor de druppeltjes. Dus ik ga die druppeltjes halen, ik duw die in haar neusje en ze begint echt zo... Ik zeg, mijn vrouw had al gezegd van, die kan daar niet goed tegen. Hè. Ik zeg, kom vlug. En ik pak dat en ik wil dus dat tweede. En dat passeert voorbij mijn neus en ik ruik heel straffe eucalyptus. En ik ruik en ik zeg, het is niet mogelijk. En dat kind, op dat moment, want dus, ik weet niet of je al ooit eucalyptus in je neus hebt geduwd. Dat is verschrikkelijk. Dat zijn, dus dat kind was echt... En die begon dus te niezen. Daar kwam snot uit. Op een uur kwam daar bloed uit. Ik was echt helemaal in paniek. Ik heb toen gelukkig de reflex gehad van naar boven te gaan en onmiddellijk fysiologisch water door dat neusje te duwen. Ja. Maar ik heb onmiddellijk gebeld naar de honden. Zei van, kom af. En dat kind die had bijna geen adem meer. Was echt... En ik had zoiets van, ik ga niet wachten op die honderd. Dus ik ben naar buiten gerend. Ik
Ik had geen kleren, ik had juist een onderbroekje aan. Ik ben met dat kind naar buiten gehold. Ik heb mij in de auto gezet, want dat was zo, een klein opelk waar wij reden. Ik zet mij in een auto en ik heb ze dus zelfs niet van achter gebonden, omdat ik dacht van, het is hier gedaan. En ik heb dat kind gewoon met haar gezicht naar mij toe zo aan het stuur genomen, zo doorgereden, maar echt veel te snel. Ik ben letterlijk door het rood gereden toen, omdat ik echt dacht van, dat is hier gedaan. En op een bepaald moment was dat ook, dus doordat hij helemaal vermoeid werd, liet hij haar hoofd ook zo zakken van die komen aan in mijn raad. Het was heel inspannend. En dus ik kwam echt toe op de spoed en ik dacht echt van, ik ga dat kind hier voor dood moeten afgeven. Ik ben dus naar binnen gerend met dat kind. Ik heb dat kind aan de dokter gegeven. Ik zeg, hier, kijk wat er aan de hand is. En die man die kijkt naar mijn dood, zegt, meneer, het is oké. Meneer, rustig. Meneer, het is oké. Ik ga ze eventjes meenemen. Dus, en dat was effectief, omdat ze dus gewoon van vermoeidheid, van heel de tijd te moeten niezen en te doen, had hij zich eigenlijk wel laten hangen. Maar dus dat was ondertussen al wat beter. En ik sta dus in die wachtzaal, die dokter met mijn dochter naar de onderzoekskamer. En ik sta dus in mijn onderbroekje. Nu, jij weet dat niet, maar in die periode speelde ik mee met Verschoten en Zoon. Dat is een comedy, een sitcom eigenlijk. Met Jacques Vermeijden, een van de bekendste Vlaamse komieken. Dus ik was toen wekelijks op televisie met pure comedy. Hè. En dus ik sta daar in die wachtzaal van spoed. Met 3-4 wachtenden. En dus op een bepaald moment zegt er zo weer: meneer, zou dat kunnen dat ik u ken van televisie? Echt verschrikkelijk. En ik ben daarna met een dochter dan nog even moeten blijven in het ziekenhuis. Maar het is allemaal goed gekomen, gelukkig. Die man zei wel, tel daar een paar weken bij of een paar maanden bij. En dat kind gaat over de 1,5 of zo. En dan schrijven ze een plaats van eucalyptus menthol voor. En moesten dat in haar neus gespoten hebben. Dat zou niet goed gekomen zijn. Maar dat is de meest angstige situatie die ik in mijn leven gehad heb. Ik dacht echt dat ik mijn kind vermoord had. Het is voor mij weer zo'n gevalletje. Deels waar en deels waar, niet waar. Deels hè? Dat onderbroekje daar geloof ik. Geloof ook echt niks. Nee. Boxershort. Maar ik twijfelde ook even in het begin met die druppels. Ja, toch? Ja, ik, er was daar even een manier waarop dat me vertelde dat ik dacht, dit is... Ja, en ik geloof ook niet dat die over wat dat maand in precies dezelfde kleur flesjes zitten. Dat zou toch heel raar zijn. Ja, niet heel slim. Ik was erover aan het nadenken. Ja. Hoe moet ik van hoe moet ja, we zitten wel in België, hè? Dus ja, dat zou natuurlijk ergens wel kunnen. Ik zou niet zeggen, maar... Nederlanders lachen toch altijd met België dat we zo dom zijn. Dus ja, dit kan dan weer wel. Hè? Steltje, ja. Ik hoop eigenlijk voor het kind dat het niet waar is, Ogar. Ja, jeetje. Maar ja, je vertelt het wel met heel veel passie. Dat wel. Dus het maar was dat kan wel ook wel uit de acteur natuurlijk. Ja. Nou, precies. Ik ken Frank al een beetje. Ja. Dus nee, het onderbroekje wordt is too much. Ja. En zo dan zo door het ja, dat onderbroekje ook. En dat kind, dat is op wel bijna slapstickachtig. En ook dat ze helemaal slap was en zo, dacht ik van ja... Ja, twijfelachtig, hè? Ja, het is twijfelachtig. Een van de eerste afleveringen heb ik verteld dat ik dood ben geweest. Toen zeiden ze ook van, ja, het is erover. Dat was waar. Dat was waar. Ja, maar dat wil niet zeggen over dit verhaal, natuurlijk. Ja. Ik twijfel. Nee, ik wilde nog even... Krijgen we nog even bedenktijd, of niet? Ah, wel, ik stel voor dat we er even tussenuit gaan. Dan krijgen ze wat bedenktijd. Tot straks, hè. Ja, hier zijn we terug voor het laatste blokje van Zeg dat het niet waar is. Ik heb net een verhaal verteld en ik heb geprobeerd om deze twee dames bij een pietje te nemen. Of niet, want misschien is het verhaal wel echt waar. Aan jullie om te zeggen of dat je het gelooft of niet. Frank zou zijn eigen kind bijna vermoord hebben. Ja, wij hebben een verdict. Jullie hebben een verdict. Ja, we vonden het heel mooi verteld. Mm-hmm. Maar ik denk toch dat het niet helemaal waar is. Nee. Moesten de cafés nu open zijn, zou ik zeggen van... trakteerde mij als het waar is. Tuurlijk. Ja, ze zijn toch niet open, dus het maakt niet uit. Ah, wel. Ik ga het dan helemaal voor de toekomst houden. Want dames, jullie gaan mij effectief mogen trakteren. Ja. Dat is het deel van het onderbroekje. Het is echt waar. Het is echt waar, Eva. En, en Stefanie. Strafverhaal, hè? Ja. Het is echt waar. Dat is een van de momenten in mijn leven die ik... Ik ben nog nooit zo bang geweest. Ja, dat zou. Ik ben nog nooit zo bang geweest. En dat was... En het is effectief, hè. Het is heel dom. Want die flesjes
trekken echt op elkaar. Dat is hetgeen ook wat de dokter tegen mij zei. Van, ik begrijp dat je je heel schuldig en slecht voelt. Maar, zegt hij, je bent niet de enige. Oh, echt? Ja. Oh. Ja. En dat is eigenlijk gewoon überhaupt erg. Want dat betekent dat er dus nog kinderen daar... Want ja. Er kwam echt bloed uit haar neus. Oh. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Ja. Echt waar. Ik heb ook heel lang schrik gehad dat zij last zou hebben van ja. Allee, of last zou hebben dat ze niet goed zou ruiken. Of dit, maar dat is allemaal goed gekomen. Nee, worden. Dat is allemaal goed gekomen. Maar op dat moment... Ik was echt wat zo... Erg. Oh, ja. Oh. Ja. Oh. Ja? Nou, sorry dat we het niet geloofden. Yes. Nee, ik ben eigenlijk wel blij dat ik jullie beet heb genomen. Dus en... dan is hij eigenlijk nog een betere acteur, want dan kan hij... Doen geloven. Vertellen en ons dan toch doen geloven. Kijk eens. Wow, dat is wel een goede brain. Ja, ik ga misschien een keer naar LA gaan of misschien een keer naar Hollywood. Misschien gaan ze me daar dan ontdekken. Ja. Of ja, misschien kom ik dan ergens ook wel een celebrity tegen. Kan ik de volgende keer hier ook een verhaal komen vertellen? Mijn naam is goed in Amerika, Frank. Frank, ja, dat klinkt wel goed, hè? Frank en Frank. Ja, ja. Absoluut. Eva. Eva. Ja. Stephanie wel. Maar ja. Eva, zei Eva. Eva zeggen ze dan, hè? Eva, ja. Ja, want dat was een van de dingen, omdat we het nu toch over Auke hadden. Als ik achteraf dacht van, eigenlijk was dat een beetje een foute naamkeuze. Want Auke is heel mooi als naam, maar niet in het Engels. Ah ja. Ook. Niet in het Frans. Ook. Kijk, we bestaan. Ja, dus het is geen internationaal naam. Het is trouwens een heel Nederlandse naam, want het komt ook uit Friesland. Ja. Maar dat wordt ook vaak voor een jongen gebruikt. Ja, zeker. Ja. Maar bij ons, want jullie zeggen ook mooi Auke. Ik vind de tweeklank heel mooi. Hier in Vlaanderen, afhankelijk van waar je bent, is het van Auke of in West-Vlaanderen Auke. Jammer. Ja. Ja, ik vond achteraf, dat was wel een van de dingen. Naam. Ja, is wel een mooie naam. Ja. En een heel mooi meisje. Oh. Ja. Goed, dames. Ik zou jullie hartelijk willen bedanken voor jullie aanwezigheid. Ik hoop dat jullie het plezant vonden. Ja, dank je voor de uitnodiging. Ja, super bedankt. Graag gedaan. Ik wens jullie vooral ook heel veel succes met jullie gezamenlijke tournee. Met jouw nieuwe cd. En de cd die bij jou uitkomt. Of de eerste single al sinds in november. Ja. Eva. Spannend. Ja. Voilà. Super fijn dat jullie hier waren. Het enige wat mij nog rest is de kijkers bedanken om te kijken. En ja, hopelijk tot de volgende keer. Salutjes allemaal.